Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is een van de thema's die vandaag de dag, net zoals Slow Food, veelvuldig bezigd wordt. Daar gaan we het ook over hebben in deze uitzending van Niveau TV Magazine. Over maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dan gaan we het hebben over een Limburgs product waar dat mee gebeurt. En dat is in dit geval de spelt. De spelt die groeit hier op dit terrein. En dat is een heel oud Limburgs ras. Degene die zich daar hard van maken is Frank van der Eert. Frank van der Eert is van de Kronberg Groep. Jij bent zelf van de huis uit molenaar en bakker. Vertel eens wat meer daarover. Wat is dat verantwoord ondernemen binnen de Kronberg Groep? Het staat bovenaan eigenlijk. Het is gewoon heel belangrijk om te weten wat eigenlijk spelt al sowieso betekent. Maar spelt is je bezig zijn met een oude ambacht. De huidige tarweprijs die vorig jaar is gegeven, ligt op een niveau van 1980. Dus vanaf die tijd heeft de boer steeds minder gekregen voor zijn tarwe. Ja. En wij als bakker hebben al steeds meer voor moeten gaan betalen. Dus wie verdient dat? De tussenhandel eigenlijk. En door met die mensen weer te gaan praten met hun vak, van gods wie dan wil je voor mij wat telen, krijgt hij een eerlijke prijs voor deze veld en heb ik een eerlijke prijs. Want eigenlijk qua teelt is tegenover spelt en tarwe, is deze 3 keer zo duur in de teelt. Het zijn dus echte Limburgse streekproducten die onbespoten en onbewerkt. Nou, wij proberen zo weinig mogelijk erop te spuiten. We kijken alleen maar of het echt nodig is, maar het zijn tamelijk sterke rassen. Ja, want dat blijkt ook wel, want in Tsjernobyl heb ik gelezen, moest alle tarwe vernietigd worden, maar het spelt niet. Waarom niet? Nou, dat klopt. In grote delen van Oost-Europa heeft men de tarwe toentertijd moeten vernietigen vanwege de radioactieve straling die dus op de grond is terechtgekomen. En toen bleek dat de gewone spelt had te veel radioactieve stralingen en de spelkorrel had niks. En dat kwam gewoon omdat er 3 vliesjes om de spelt heen zitten, om die korrel. Okay. En die beschermt in feite die korrel tegen allerlei negatieve invloeden. Een spelt is rond 1824 uit Limburg verdwenen. Want? Nou, het was gewoon voor de boeren een verdomd moeilijk te dorsen soort. En ook de opbrengsten bleven achter. En men ging op zoek naar nieuwe soorten, nou, zoals deze. En nou ja, als je de korrel er niet uit krijgt, of heel moeilijk, ja, dan is de keuze zo gemaakt. Nou kijk, als je naar deze aar kijkt, dan deze tarweaar, dan doe ik even zo. En je ziet meteen de korrel liggen. En dat betekent ook dat hij door de maaidorser er heel gemakkelijk uit te krijgen is. Maar nu nog spelt. Nou, dan gaan we eens kijken of er een korrel in. Nou, even kijken, hij breekt hem meteen af. Nou, dat is heel... Ik zal zo'n pakje eruit halen. Nou, eens kijken waar het korreltje zit. Dit vliesje moet weg, dit vliesje moet weg. En kijken, daar komt hij. Dat betekent dat de maaidorser er bijna niet uit krijgt. Het kaf van de toren scheiden, dat is een hele oude uitdrukking. Maar, wat is het verschil met het reguliere proces? Normaal gebeurt dat op zijn goede combiners, wie van die daarachter hebben gezien. Met spelt geeft dat niet. Dat moet op een andere manier hebben. Dat maakt het een stuk duurder. Huub, vertel eens. Vertel het. Dit is spelt zoals het hier binnenkomt. Dus eigenlijk ongepelde spelt. En ik ga het pellen zoals dat heel netjes heet. Ja. En dat gebeurt met een speciale machine, die laat ik dadelijk even zien. En dan uiteindelijk, als de spelt gepeld is, blijft het kaf en de korrel over. Poehoe, toch zwaar zo'n zakje spelt van Huub Diederen. Ik heb het meegenomen, want ik ga hier in de bisschopsmolen eens kijken of ze hier mijn broodje van kunnen bakken, CQ. Dan moet het wel eerst gemalen zijn, dat ga ik hier laten doen. Goed, gaat leggen de zak in de mol of in de trechter. En wat krijgen we er dan uit? Dan krijgen we meel. Graan is dus vermalen en dat loopt via deze meelpijp in de zak. Ik heb een versiemalen meel. Okay. En die is als het goed is voor mij een volkoren broodje bakken. Ik ga dat we gaan eens even zien wie ze dat is. Zo, dat was het. Ja. Zo. Daar zat al gedaan. Wat is het recept? Ja, hier hebben we geen geheimen voor recept. We willen een eerlijk product aan de mensen brengen. Vier malen in het meel. Huh? Ja. We krijgen er bloem van of volkoren van.
En hier zit volkorenmeel in, er zit gist in, er zit zout in, er zit olie in en er zit decem in. We hebben de gewenste vorm gemaakt. We lopen dit dan voor het rode meel. Dit is de rijstkast. Oké. Mag je hem zelf pakken deze keer? Hij is nu klaar. Je hebt een oven in, hè jong? Ja. Dag jong, dan zie je het daar. Lukt zo meteen? Ja, maak het zo met? Zeker, zal ik die natuur doen? Dank je. Alsjeblieft. Hier zijn we binnengekomen, de rest neem ik mee, want we hebben nog één ding te doen. En dat is niet alleen dit wat gebakken is, maar ze maken er ook wat anders van. Bier. En dan eten we dit straks bij een lekker glaasje bier. Ik heb ook wat eten meegebracht, maar ik wil er ook wat te drinken bij. Ja, dat kan hè. En wat ga jij hiervan maken als ja, het goed is? Ja, bierbrouwen is een vak apart. We gebruiken er granen voor die we zeg maar pletten en vermengen met water. Dan krijgen we een beslag. Ja, wat beslag. Zie je hier, hè? Nou, dit is de pletmachine. Ja. Het mengen doen we in deze kuip. Vervolgens ontstaat er een beslag. Er vindt een proces plaats, een enzymatische afbraak van structuren. Ja. Dan krijg je een zoete houdende stof, zeg maar, een oplossing. Die wordt gefiltreerd, die wordt gekookt, er gaat hop bij, die wordt afgekoeld. En dan gaat de gist, een micro-organisme, gaat dat zeg maar omzetten. En dan krijg je alcohol en koolzuur. Ja, dan heb je in feite heb je dan al bier. Zo Frank, daar was het dan begonnen, jongen. Bedankt voor alles. Graag weet je nou hoe het in elkaar zit met dat speld van jou? Ja. Dit hebben we ze straks laten bakken. Ik vind wel dat het moet op de manier zoals het dat hoort. Een stuk rood en een pot bier erbij. Oh, denk ik. Het is in principe hetzelfde. Dat. Op jou. En op de gezondheid. En op de gezondheid. En op de toekomst. Wij drinken er nog even. Bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Niveau TV Magazine. Situaties en niet alledaagse beelden. U ziet het bij Niveau TV Magazine.